Hoi, vandaag de laatste aflevering. Wat doe ik met mijn snelwegboeket? Ik heb allemaal bloemen nog over en ik had jullie beloofd om te laten zien hoe je daar een heel mooi display van kan maken. Nou, ik heb een plank of een dienblad. Even kijken wat je zelf leuk vindt. We beginnen gewoon bijvoorbeeld met een wijnglas. Die hebben we allemaal wel thuis staan. En we zorgen ervoor dat we een beetje hoogtes gaan opbouwen. Nou, ik heb hier een shampoo, nog een mooie fles erbij, een longdrinkglas. Ga gewoon lekker in je huis kijken van nou, wat heb ik staan en wat kan ik er mooi bij gebruiken. Speel een beetje met die vaasjes en kijk even of dat je het zo leuk vindt staan. Het hoeft niet perfect verdeeld te worden. Je mag best twee hoge en dan weer een lage en dan hier weer een lage. Maar wel dat het een beetje een verband met elkaar heeft. Nou, hoe gaan we nou beginnen? Ik kies uit de roos, natuurlijk prachtig. Zorg ervoor dat je die even goed schuin afsnijdt. Duim achter het steeltje, mes voor het steeltje. En je haalt hem alleen naar je toe en hij is afgesneden. Nou, zo'n mooi groot blad is natuurlijk fantastisch om wat meer groen erin te krijgen. En die zetten we hier ook gewoon in. Gewoon lekker eigenwijs. Nou hebben we de lange bloemen gedaan. Nou gaan we eventjes wat verder naar beneden, zodat we op verschillende niveaus allemaal bloemen hebben zitten. Net zo lang vullen totdat je zelf denkt dat je het leuk vindt. Ik vind het leuk zoals die nu is. Hij is lekker ruim. Alle bloemen kunnen lekker tot uiting komen. Ik vind dit leuk, dus ik ga hem zo meteen mooi op tafel zetten en ervan genieten.